ben hier bij het architectenbureau Abele. En ik wil wel eens zien wat Anne weet over financieel inzicht. Oh, amai. Anneke. Een topuitvinding. Echt. Dag Jan. Dag Anne. Aangenaam. Zeg Anne, fantastische zaak. Dank u. Heel leuk verbouwd ook. Maar ik vroeg mij af, heb jij een financieel inzicht? Dat vroeg mij. Ik hoop dat. Ze noemen mij de moeder van het geld. De moeder van het geld? Ja. Dan moet jij alle vragen juist kunnen beantwoorden. Ja, ik hoop het. Ik ga de eerste vraag stellen. De tijd loopt. Nee, het is zonder tijd. Kan ik mijn privéwagen verkopen aan mijn zaak? A. Dit kan bij eender welke ondernemingsvorm. Dit kan enkel bij een eenmanszaak. Dit kan enkel bij een vennootschap. Nee, maar je kan hem wel inruilen voor een bakfiets. Ik vind dat direct een moeilijke vraag om te starten. Ik zou denken dat dat bij elke ondernemingsvorm kan. Nee, dus. Fout geantwoord. Dit kan enkel bij een vennootschap. Ah, is dat? Ja, dus nu erg. Dat is maar één vraag. Ja. Wat is geen voorbeeld van een vaste kost? Huurkosten, leveringskosten van mijn producten, leasingkosten of het loon van je medewerkers? Het tweede, de leveringskosten van de producten. Applaus, dat heeft ze juist. Klein applausje. Ja, goed, dankjewel. Ja, stop. Meer was er niet nodig. Wanneer ben je niet verplicht een factuur op te maken? Wanneer je een dienst levert die niet aan BTW onderworpen is? Wanneer je een goed levert aan een consument in het buitenland? Wanneer je de levering van goederen en diensten bestemd is voor een nieuw gebouw? Wanneer je nog iets wil overhouden op het eind van de maand? Het eerste? Juist. Amai, goed bezig. Applausje. En stop. Ja, dankjewel. Goed. Ik heb wel een prijsje voor jou. Echt een schone hoodie van Unizo. En er staat op... Vrijwijze ondernemer. En dan moet jij misschien toch een begeleiding volgen. En dan gaat het in het vervolg beter gaan. Is het goed? Dank u. Succes nog met de zaak. Normaal neem ik altijd iets mee. Maar hier, de pepermolen. Dat is niet een pepermolen? Nee. Oké, dankjewel. Dag.